Leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal. Ik heb hier een bak met de producten die ik in januari geprobeerd heb. Dus dit is zeg maar de make-up update voor januari. En mijn bril. En een beetje water voor als ik moet hoesten. Ja, dat gaan we doen vandaag. In een aantal komende video's zie je waarschijnlijk deze hoodie heel veel terugkomen. Want ik ga wat dingen achter elkaar opnemen. Het is een beetje een rare periode voor ons. Dennis ligt in het ziekenhuis. Wes is natuurlijk aan het werk. Dus ik ben overdag gewoon erg druk met dingen voor Dennis regelen. Hij moet nog wat spullen hebben in het ziekenhuis. Die vergeten is. Ook wat medicijnen. Net zo wat lekkerder. Ik ben natuurlijk alleen met de hondjes, dus als je wat hoort, is Anton even aan het eten. Voor het geval je het gemist hebt, er komt een shoplog van Hennis en de Bonprix. Deze hoodie is van Hennis. Dit is een wat langere hoodie. Zij verkoopt het als een jurk. Dat is het niet. Hij komt zeg maar net onder je kont. Ik draag 4XL, hè, want ik ben een flinke tante. Maar goed, het is wel een hele fijne hoodie. Hij is lekker zacht van binnen. Ik ben niet zo van de hoodies. Maar deze, ja, deze is echt leuk. We gaan beginnen. Ik ga het niet op merk doen. Ik ga gewoon graaien. Het is echt een hele volle bak. We beginnen met de Sunny Side Up Matte Bronzer van de Kruidvat eigen merk. Ja, weet je, dit is de kleur 10. Dit is mijn nieuwe bril. Waar die andere gebleven is, ik heb geen idee. Ik had beneden, boven is die ook kapot gegaan. Heb ik ook zo'n doorzichtige nu. Die andere zwarte, ja, die is gewoon weg. Die is gewoon weg, ik heb geen idee. Deze, die andere waren van de Action. En deze is van de Albert Heijn. Maar de Sunny Side Up Bronzer, Matte Bronzing Powder. Ja, weet je, voor die ene keer first impression dat ik hem gebruikt heb, was hij prima. Dit is de kleur 010 Natural 10. Ik ga hem nog wel een keer gebruiken, maar het is gewoon een bronzer en is verder niet heel bijzonder. Dan heb ik de Moira Dreamlight Highlighter in 07 Reckless Love. Die hiervan dacht ik. Hij voelt heel boterig. Hij is heel goud. En glitterig. Kan je dat zien? Kijk. Daar hou ik niet van. Of ik hem nog ga proberen, weet ik niet. Misschien doe ik hem wel gelijk weg. Dennis' zusje weet, ik houd hier wel heel erg van. Ik heb al een tasje boven staan met een paar dingen die ik buiten die klatter om gedacht heb. Die doe ik weg. Ja. Ik weet het niet eigenlijk. Misschien. Dan heb ik twee All-in-One Brow Perfectors van Catrice. Deze horen bij de nieuwe lente-zomer editie. Ik heb de kleuren blond en medium brown. Dat is 010 en 020. Ja, ik gebruik ze allebei. Ik gebruik de 010 eigenlijk hier aan de voorkant, hè, blond. En het donkere hier een beetje aan de buitenkant voor wat meer definitie. Deze zijn... Hier heb je aan één kant... Zit een wimperhaar aan. Heb je een soort... Een dik potloodje, is meer een soort pomade. Dan heb je hier, de mijne is gebroken, zie je dat? Maar een poeder. Nu is hij echt gebroken. En een spoolie. Maar het product, ja. Dan heb ik van Catrice de Clumping Lip Liner in de kleur 170 Chocolate Lover.
Dit is niet een nieuw product. Die Plumping Lid Liner bestaat al wat langer. Hij plumpt niet. Maar de kleur was nieuw. En die is wel mooi, maar wel heel donker. Maar die hou ik wel. Wat ik ook hou, is de Brow Perfector Ultra Slim Eyebrow Pencil. Long Lasting and Waterproof. In de kleur 02 Moccacino. Van Kruidvat Eigen Merk. Dit is zo'n heel dun. Ik zit aan mijn achter de tablet. Nee, laptop. En dan kijk ik de tuin in. Tuin op het zuiden. Deze is heel fijn. Deze bewaar ik. Die vind ik echt heel fijn. Wat ik ook van de Kruidvat had, was Wear It Nude Under Eye Cushion Concealer with Caffeine Extract. En dit is de kleur 010 Light. De ultra vloeibare lichtdekkende concealer met vochtafdrijvend cafeïne extract zorgt voor een natuurlijk, stralend en frisse oogopslag. Rijk aan verzorgende ingrediënten. Dat is met zo'n sponsje. Deze is heel fijn. Deze is heel fijn. In tegenstelling tot... Waar is hij? Deze. De Wear It Nude Concealer. Long Lasting. De vele lichte concealer met verzorgende shea butter en argenolie verzekert een volledig opbouwbare dekking van de oneffenheden die lang houdt voor een onberispelijk egaal resultaat. Deze, en ik zeg het niet slecht, vind ik echt heel slecht. Deze gaat gelijk weg. Ik ga niet eens wachten op een declutter, want ik ga mijn concealers niet declutteren, zeg maar. Maar deze vind ik zo slecht. Dit is de kleur 012C Fair Blush. Nee. En ik zeg het niet snel, maar nee. Dan heb ik van Kruidvat eigen merk de Lighten Up Diamond Glow Highlighter in de kleur 010 Champagne Pelican. Champagne Pelican. Dit is zeg maar een beetje een wittige. Ja, is prima. Ik heb twee van deze. Dit zijn de Best of Both Lip Color and Balm Long Lasting Lipstiften. En ik heb 010 Secret Nude en ik heb 010 Blushed Nude. Hier krijg je dan dus, dat is twee delen. En dan krijg je aan één kant de liquid lipstick. En aan de andere kant de balm. Ja, prima. Die bleven bij mij echt verbazend lang zitten. Dus die, blijven mij nooit heel lang zitten. Maar dat bleef verbazend lang zitten. Wat ik nog meer van Kruidvat heb, is de Velvet Glow Baked Blush in de kleur 010 Pastel Peach. Ja. Niet bijzonder. Niet iets wat ik nog niet heb. Mooie kleur. Geeft een goede glans. Is gewoon een prima blush. Ik heb daar ook de Kruidvat Need No More Prime Color and Finish Powder Foundation in de kleur 012 C Fair Blush. 012 C is het gewoon. Ja, dit was een fijne poeder. Dit is een goede poeder. Ik gebruik het gewoon om af te poederen, maar dit is een goede poeder. Wat heb ik nog meer? Ik heb van Kruidvat. Dan ben ik toch alle Kruidvat dingen eruit te halen. De Stay With Me Radiant Matte Serum Foundation in de kleur 012C Fair Blush. Dat was mijn kleur. Ja, deze vond ik echt heel fijn. Deze zag er echt heel mooi uit. En ik heb een droge huid. Ik ben 50 jaar oud. Je ziet oneffenheden en zo. Maar deze was echt heel fijn. Deze daarentegen. De Perfect Smooth Skin Tint. 4-in-1 Blurring Effect Semi-Transparant Matte Finish en Long Lasting in 010 Fair. Ja, het product... Het blurt, ja. Zeker. Mat, ja, zeker. Long lasting, ja, zeker. Dit zag er aan het eind van de dag heel mooi uit. Maar ik heb natuurlijk een droge huid. Dus het ziet er dan altijd wat droger uit dan het werkelijk is.
Heb je gewoon een normale huid of misschien een vette huid, dan is dit zeker een fijn product. Absoluut. Ik ga hem nog wel een keer proberen, maar dan zeg maar met een glowy product samen. Kijken hoe dat werkt, want... ja, daar staat hier aanbrengen met de vingertoppen over het hele gezicht en vervolgens goed blenden. Nou, ik doe dit gewoon met een spons. Maar het is zeker een fijn product. Hij doet het niet goed alleen op mijn huid. Maar dat ligt aan mijn huid. Wat ik zei, ik heb een extreem droge huid. Ik ben 50 jaar oud. Daar is hij niet geschikt voor. Ben je wat jonger en heb je een normale tot vette huid, dan is dit echt heel fijn. Maar de kleur was goed, het product was fijn en hij doet me een beetje denken aan de Maybelline 4-in-1. Je hebt de Glowy Foundation versie, dat is met zo'n sponsje. En je hebt die ook in een tube. En daar doet hij me een beetje aan denken. Dit is de kleur 010 Ver. Ik weet niet of ik het al gezegd had. Maar deze ga ik nog een keer een kans geven. Met een glowy product. Zoals de Hollywood Flawless Filter. Of een dergelijk product. Wat ik wel heel fijn vond. Was de Magic Blur Primer van de Kruidvat. Wat gaan we doen? Anton! Ja. Ja, het is niet een putty. Het is niet een jelly. Het zit er precies tussenin. Maar ik vond dit heel fijn en het blurde echt heel mooi. En het maakte wel mat, hè? Maar niet heel overdreven. Dus deze blijft zo. Dan had ik de Lash Define Skinny Mascara in zwart. Ja, weet je, dat is zo'n heel kleintje. Super handig voor je aan de wimpertjes aan de onderkant. Is het levensveranderend? Nee. Maar ja, het is een leuke gimmick, vind ik het eigenlijk meer. Dan heb ik nog wat producten van de Kruidvat. Ben ik er dan klaar mee? Nee, nog steeds niet. Ik heb ook heel veel skincare van de Kruidvat, maar dat heb ik allemaal in gebruik. Dus dat komt dan wel een keer in een opgemaakt video. De nagellak van de Kruidvat. Dit is de Nail Color High Gloss in 020 Vanilla Sorbet. Deze ga ik die klatteren, want die vond ik niet geweldig. Ik geef hem weg in ieder geval. De Go Magic Eye Crayon Waterproof in de kleur 040 Smoky Quartz. Dat is deze. Dat is de donkerbruine. Dit is een heel fijn product. Ja. Dan had ik de Max Drama Curl and Length Mascara. Normaal zou ik zeggen... Curl, ja. Maar ik hou van curl en volume, niet zozeer van lengte. Deze gaat naar Dennis' zusje. Want die zocht een mascara. Die heb ik over. Want die gebruik ik dus niet. Dan heb ik de... De bel gaat, momentje. Daar ben ik weer. Dat was een pakketje. Ja, de Arch Brow Perfector waren van de Kruidvat. Long Lasting Eyebrow Micro Pen in de kleur 010 Deep Taupe. Dit is zo'n ding met drie van die tandjes. Ik wil het nog een keer proberen, maar dan los van alle andere producten. En dan had ik ook nog de Made to Stay Fixing Eyebrow Gel in 020 Cool Taupe. Met een mooi klein borsteltje. Ik weet niet, alles bij elkaar was het een beetje te donker voor mij.
En een eyebrow gel gebruik ik eigenlijk gewoon niet. Dus die ga ik ook gelijk, die klatselen. Dan heb ik... Even zien. Een paar Elf producten. Dit is de Elf Camo Hydrating CC Cream. En dit is de kleur 125 Fair. Ja, ik vind hem fijn. Ik vind hem leuk. Ik vond de oude niet fijn. Ik vind deze wel fijn. Goed uitblenden, want anders kan die heel dik lijken. Ik heb de Cream Glide Lip Liner. Ja, en dit is de kleur Baddest Beige. Dat staat hier op de dop. Serieus. Dat gaan jullie nooit zien. Fijne lip liner, ja. Geweldige lip liner, nee. Maar, een lip liner, ja. En ik heb van Elf de Glow Reviver Lip Oil. En dit is de kleur Honey Talks. Sorry, even mijn BH ophalen. Ik doe niet mee aan de lip oil hype. Om het zomaar te zeggen. Maar dit was wel een fijn product. Het is een fijn product. Meer kan ik er niet van zeggen. Ik had wat dingen van Chiclem geprobeerd. En die staan in een aparte video. Maar ik had ook een lipstick daarvan. Dit is de Deep Under. Dit is een mat lipstick. Nee. Gewoon nee. Nee. En ik zeg dat niet snel van de lipstick, maar nee. Wat ik ook nog van Elf had, ja zeker, was de Camo Liquid Blush in de kleur Peach Perfect. Zo lijkt het een heel mooi kleurtje op mijn gezicht. En als ik het dan ga blenden, dan denk je, wow, neon. Maar dat is niet zo. Dit is een heel mooi kleurtje. En als je dit opbrengt gelijk naar je foundation en je doet er dan nog poeder overheen, dan blijft het echt heel mooi zichtbaar. Goed pigment in, hartstikke leuk. Ik heb van Makeup Revolution geprobeerd de Revolution Pro Vegan Collagen Peptide High Shine Lip Gloss. Jezus. In de kleur Cashmere. Dit is gewoon een lipgloss. Met een tintje. Het is niet meer, het is niet minder. Het is gewoon een lipgloss met een tintje. Catrice. Nee, ik heb eerst nog wat van Essence. Van Essence heb ik de 8 Hour Matte Comfort Lip Liner in 02 Silky Hazelnut. Ja, leuke lip liner. Niet bijzonder. Ik heb een Intense Matte Lip Pen in de kleur 070 Read My Lips. Dat is een hele mooie rode. Heb ik ook al gedragen. Is een fijn product. Ik heb 2 van deze Shine Bombs. Dit is de Catrice Shine Bomb Lip Lacquer. En ik heb de kleur 010 French Silk en 070 Hoddy. De lichtste en de donkerste, zeg maar. Ik doe even mijn mouw omhoog. Voordat ik onder de swatches zit. Dit is... Dit lijkt op de Maybelline Final Liquid Lipsticks. Alleen deze blijven bij mij langer zitten. Nou zegt dat niet zoveel, want over het algemeen blijven mij niet lang zitten. Maar deze blijven bij mij langer zitten. Eigenlijk overleven deze, als ik ze 's ochtends zeg maar rond 9 of 10 opdoe, overleven deze wel tot 7 uur 's avonds. In ieder geval in een bepaalde tint op je lippen. Dus ja, ik ben hier van onder indruk. Ik ben hier blij mee. Als is het bij mij 3 uurtjes, vind ik het eigenlijk al longlasting genoeg. Omdat niet heel veel bij mij longlasting blijft zitten. Dan heb ik nog de
Catrice Iconails Gel Lekker in 174 Dresscode Casual Mauve. Dit is een hele mooie natuurlijke beige. Nee, het is niet Casual Mauve. Het is Casual Beige staat er. Ik dacht al, ik zeg iets verkeerd. Casual Beige. En dit is inderdaad een hele mooie grijzige beige. Heel naturel. Dan heb ik nog de Catrice Skin Glaze Hydrating Serum Primer. Ja, voor de eerste indruk die ik hiervan had, is het prima. Het geeft genoeg hydratatie. Het voelt prettig, ik heb er geen last van. Doet het iets, dan moet ik het langer gebruiken. Maar eerste indruk was oké. En ik heb de Catrice Melt and Shine Juicy Lip Balm. In 0,90 Coco Colado. Dat is deze. Een bruinige, uiteraard. En dit is zo'n click-up pen. Hier klik je dan. En dan klikt hij omhoog. Niet te ver, want je krijgt hem niet meer naar beneden. Maar het is een fijne lipbalm. En hij doet het goed. En ja, dat dus. Dat was het. Mijn bakje is leeg. Ik doe alle producten die ik even straks boven weer moet opruimen terug. Er ligt iets op de grond nu. Dat ga ik zo oprapen. Anton komt ook al helpen. Dit was alles wat ik in januari geprobeerd heb. Dat ding nou gewoon kapot gaat, hè, daar baal ik echt van. Want die poeder kan ik nu gewoon niet meer gebruiken. Want die komt er ook niet meer uit. Nou ja. Oké. Anton! Foei! Dat mag niet! Hij is aan het graven in de bank. Dit was de make-up update voor januari. Het is een wat langere video geworden. Maar bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!